Universiteit van Nederland legt uit. Is aangebrand eten altijd slecht? Misschien krijg je ze wel eens voorgeschoteld, dit soort worstjes bij een barbecue. Of nog erger, het is eigenlijk net zo slecht als een pakje sigaret roken. Terwijl, ik pak er een populair kookboek bij, lijkt niet iedereen vies van donkere randjes. En dat is niet zo gek. In dit zwarte worstje is iets anders gebeurd dan in deze bloemkool. Het ene zwarte randje is nog slechter voor je dan het andere. Het heeft te maken met voedingsstoffen in producten en hoe ze reageren als ze op het vuur staan. We pakken er 3 producten bij. Vlees, aardappelen en groenten. En dan kijken we naar de voedingswaarde op het etiket. Allereerst vlees. Hierin zit veel vet. En als je dit worstje bakt en er vormt zo'n zwart laagje of een geel streepje, dan is dat een aanwijzing dat er polycyclische aromatische koolwaterstoffen gevormd zijn. Oftewel PAX. Deze stoffen zitten ook in sigarettenrook en in uitlaatgassen. Ze zijn kankerverwekkend. Leg je dit worstje op de barbecue, dan heb je dubbel zoveel kans op PAX op je worstje. De rook van de kolen bevat namelijk ook PAX. En die komt dus ook op je worstje terecht. Misschien op dat moment lekker met een beetje barbecue saus, maar niet echt lekker op lange termijn. Om uit te leggen waarom het ene zwarte randje niet de andere is, kijken we naar een andere giftige stof. Eentje die vooral voorkomt in chips, koekjes, geroosterd brood en friet. Zoals deze aardappeltjes. Daarin zitten van nature veel koolhydraten die worden omgezet in suiker en eiwitten waar bepaalde aminozuren in zitten. De reactie die plaatsvindt bij hoge temperaturen tussen de suikers en aminozuren is dé reden waarom wij bakken, braden, grillen, roosteren en frituren. Het bepaalt de smaak en het knapperige korstje. Maar ze vormen dit bak-, braad- en frituurproces ook als bijproduct de kankerverwekkende stof acrylamide. Op het moment dat jouw frietjes of aardappeltjes bruin worden, voltrekt zich deze reactie. Hoe donkerder, hoe meer acrylamide, hoe giftiger. En dan groenten. Klopt het dat geblakerde bloemkool geen kwaad kan? Nee. Maar in groenten zoals deze bloemkool zit nauwelijks vet. Dus er vormen zich bij verhitting minder PAX. Ook bevat het minder eiwitten met die specifieke aminozuren dan aardappelen. Kortom, je krijgt bij hoge temperaturen wel bruine randjes. Maar omdat er simpelweg minder brandstof voor deze reactie is, vormt zich ook minder bijproduct, die giftige acrylamide. Bovendien hebben groenten en fruit een geheim wapen. Antioxidanten. De wetenschap is er nog niet helemaal over uit in hoeverre deze antioxidanten de kankerverwekkende stoffen kunnen neutraliseren, maar dat ze nuttig zijn, zeker wel. De kankerverwekkende stoffen die vrijkomen, klampen zich vast aan alles. Antioxidanten zorgen ervoor dat giftige stoffen zich aan hen vastklampen en dus niet aan andere moleculen in de cel, zoals DNA. Hierdoor zouden de giftige stoffen hun werk niet meer kunnen doen. Terug naar de geblakerde worstjes en de geblakerde bloemkool. Allereerst, zwart is nooit goed, ook niet bij bloemkool. Deze stukjes bevatten dus altijd kankerverwekkende stoffen, maar minder acrylamide dan in frietjes en minder PAX dan in vlees. Wij kijken als toxicologen naar kankerverwekkende stoffen waarvan je niet altijd door hebt dat ze gevormd worden. Meer sluimerend dus. En daarvan zeggen wij, 1 molecuul kan al de kans op kanker verhogen. Maar hoe hoger de dosis, hoe hoger die kans. In dierstudies zien we een duidelijke verband tussen de hoeveelheid PAX en acrylamide in voedsel en de vorming van tumoren. 1 geblakerd worstje is dan net zo giftig als 1 pakje sigaretten roken. En los van het soort voedsel dat je maakt, heeft de methode ook een effect. De stoffen vormen zich bij echt heet, 180 graden en hoger. Oftewel bij bakken, braden, roosteren, grillen en frituren. Koken, wat nooit hoger dan 100 graden is, geeft dus niet deze reacties en vormt geen gevaar. Stomen hetzelfde. Dus the dose makes the poison. Eet vooral niet te veel aangebrand voedsel. Nu weet je in ieder geval wat je beter niet van de barbecue kan plukken. Van sommige soorten eten gaan je hersenen echt beter presteren en kun je beter leren. Wil jij weten wat je moet eten of wat je beter kunt laten staan? Ik, Renate, onderwijswetenschapper, leg het je in de volgende aflevering allemaal uit.